Wanneer is een politieke foto een goede foto? Als hij het verhaal vertelt. Ja, precies, ja. Ik heb in de Tweede Kamer meegemaakt dat mijn collega's van de NRC op de perstribune zaten en ik een situatie fotografeerde. En dat mijn collega later zei van, ik hoef alleen nog maar een bijschrift te maken bij deze foto. Want volgens mij heb je alles gemaakt wat ik toen ook zag en alles wilde vertellen. Ja. En toen had je nog geen digitaal cameraatje, dus je moest wachten tot de film ontwikkeld was. Maar zij hadden in hun hoofd, en ik ook vaak, dat het de foto zou zijn de volgende dag. Ja, je wil heel graag dat het aansluit bij het verhaal natuurlijk, wat de dag daarna aan de krant komt. Of een eigen verhaal vertelt. Dat kan ook. Ja. Maar je wil in ieder geval, het moet iets vertellen dat als de lezer van de krant die foto ziet, dat ze denken, dit moest ik zien. Foto's die een verhaal vertellen. Laten we even kijken. Ik noemde net, toen ik je introduceerde, ook jouw voorliefde voor het onbewaakte ogenblik. Ja, daar is dit natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Dit is een foto die is gemaakt uit een serie. Ik maakte een ontwerpfoto voor de postzegel, de nationale postzegel. Beatrix zou koningin worden, of was koningin. En dit is uit zo'n moment, die vind je in je negatieven. Nu zou je het weggooien, bij wijze van spreken, als het digitaal is. Maar dat was een negatief. En toen gingen we daar doorheen. Irma Boom, die toen het boek maakte, die zei, die foto moet op het boek. Ja. Toen zei ik, maar dat is een off-foto. Dit is een aanloopfoto naar een officieel portret. En toen hebben we het aan haar gevraagd en ze vond het meesterlijk. Dus wat leuk. Ze zat gewoon even kriebelen aan de neus. Even lachen. Zoals de Japanse vrouwen achter hun hand lachen. Een beetje Hatsukashi heet dat. En zij giechelde achter haar hand. En ik weet nog dat Prins Klaus, die stond achter mij en die lichtte mij bij met een schemerlamp. Dat we vreselijk veel plezier hadden in het maken van zo'n foto. En daardoor ontstaat er zo'n moment dat je een mooi portret weten te maken. Ja, dit prachtig, is echt natuurlijk de aanloop naar. Dit maak je dus niet meer tegenwoordig. Omdat die ontspanning in zo'n fotoshoot, dat zit er helemaal niet meer in. Nee, maar wat jij wel maakt tegenwoordig is deze foto. Wij noemden het op de redactie de apenrots. Ja, geweldig. Blauwe pakken. Ja, fantastisch, toch? Geweldig, toch? Het is heel typerend natuurlijk dat er weer alleen mannen op staan. Maar is de verdeling iets beter nu, maar het is natuurlijk, Maar ook die lach van Rob Jetten daarvoor aan, alsof die een soort bevestigt van, het is een beetje raar tafereel. Ja, precies, ja. Maar die uniformiteit in het parlement is ook heel goed gesymboliseerd hiermee. Dat er eigenlijk weinig verschil meer is tussen links en rechts. Maar iedereen een beetje door elkaar rommelt. En wel af en toe misschien een ander standpunt in heeft. Maar als je dus ziet dat, of het nou Baudet is of een van die andere jongens, ze hebben eigenlijk allemaal dezelfde soort belangen. De stropdas is eigenlijk het ene wat ze nog onderscheidt van elkaar. Daar zie je nog verschil in, maar verder is het veel hetzelfde inderdaad. De haardracht misschien. Ja. Onbewaakte ogenblikken. Deze volgende foto, het is erg de vraag of dit een onbewaakt ogenblik was. Ja, zeker. Of dat dit echt zo de bedoeling was. Daar ontstond later discussie over, foto van Martijn Beekman, die ook wel eens in opdracht van D66 gewerkt had. Hier, begrijp ik, was dat niet zo. Hier was hij echt als journalist aanwezig. Wat vinden jullie van deze foto? Fantastisch. Ja, meesterlijk. Ja, het is een foto vind ik dan. Ja, absoluut. En dat je dan toevallig een ingang hebt bij een politieke partij. Of dat ze jou hebben gevraagd om aanwezig te zijn. Ja, ik heb dat in mijn leven niet anders gedaan. Bij het CDA rommelde ik me wel eens naar binnen. En bij de Partij van de Arbeid ook. En bij de VVD ook. Ik bedoel, je moest toch een beetje je relaties gebruiken om binnen te fietsen. Ja. En dat was hier natuurlijk ook door hem. Ja, ik ken Martijn Beekman heel goed. Die zet zoiets niet in elkaar. En dit is natuurlijk een weergaloos goede foto. Omdat jij een relatie had of hebt met een bepaald iemand in een partij die zegt, joh, loop even binnen. Joop den Uyl had vaak een speech te schrijven op een partijcongres. En ik kende de omgeving. Ik kende Joop den Uyl en dan zei ik, joh, mag ik even. En dan zat hij te schrijven ondertussen. En dan had ik toch de foto de volgende dag in de krant die niet universeel was. En hetzelfde geldt voor op het podium staan of bij zo'n congres. Je gaat net, je ziet je collega's met z'n allen daar staan. En jij denkt, weet je wat, ik ga erachter staan. Ik laat die collega's allemaal zien. Kan mij het schelen. Geweldig. Ja. Laat maar zien wat voor rommeltje het is. Kan dat nu nog? Erachter gaan staan? Ja, het is doen wel, wat je zelf wil. Het is wel lastig geworden. We hebben natuurlijk kort geleden het coalitieakkoord, de presentatie daarvan gehad. En dat is een moment, dat is natuurlijk eigenlijk heel saai. Er staan er vier poppetjes op een rijtje en daar wil je iets leuks van maken. Ja. Mm-hmm. Dus ik heb daar geprobeerd om van achter wat foto's te maken. Maar dat werd mij bijvoorbeeld door de mensen die dat georganiseerd hadden niet in dank afgenomen. Ja, wat gebeurde er dan? Ja, ze willen eigenlijk een heel mooi clean beeld hebben van vier mensen die daar een presentatie geven van een akkoord.
En er moet niet een fotograaf achter in beeld lopen, want dat leidt af en dat stoort. Ja, dus er werd tegen jou gezegd, we hebben... Ja, niet doen, je mag er niet achter. Doen. Terwijl ik denk, ja, maar jongens, dit is een persconferentie. Dit is voor mij georganiseerd. Ik wil hier een mooi beeld van dit maken. Dit maak ik wel uit. Ja, precies. Natuurlijk. Ja. Maar nu, dat is het bizarre met al die zogenaamde voorlichters en mensen die het beter weten. Het is in een democratie zo dat jij bepaalt hoe het werkt. Ja. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.